Hallo allemaal, wegens technische redenen spreek ik de komende weken de video's in. 10 dingen die de meeste mensen niet kunnen doen. Je mag dan wel heel erg goed zijn in wiskunde en scheikunde, maar we durven te wedden dat je moeilijk kan doen wat sommige andere mensen kunnen. We hebben het over die zeldzame dingen die sommige mensen met hun lichaam kunnen doen, die jij en ik niet kunnen. Zoals het bewegen van je oren of het vouwen van je tong. Hoe hard we ook proberen en erover nadenken hoe je deze dingen moet doen, lukt het ons gewoon niet. Voor de mensen die het wel kunnen, is het zo eenvoudig en ze doen het gewoon zonder er veel bij na te denken. Zocht je naar een leuke lijst van 10 dingen die de meeste mensen niet kunnen doen? Dan moet je deze video meteen bekijken. Een wenkbrauw omhoog. Behalve dat mensen met woorden communiceren, communiceren we ook met onze gezichtstrekken. Het is vaak een combinatie van beide. Je kan aan iemands gezichtsuitdrukking zien hoe hij of zij zich voelt. Je kan iemand zien lachen of fronsen of je ziet ze hun wenkbrauwen optrekken wanneer ze bijvoorbeeld verrast zijn. Maar er zijn van die mensen die slechts één wenkbrauw kunnen optrekken. Denk maar aan Dr. Evil uit Austin Power. Het lijkt heel simpel om te doen, maar als je het niet kan, dan kan je het gewoon niet. Nu zal je misschien denken, wat een flauwekul, ik kan het zeker ook. Hoe hard je ook probeert, het gaat je niet zomaar lukken. Je zou het wel kunnen oefenen door een wenkbrauw stil te houden, door die bijvoorbeeld vast te plakken met plakband en dan de andere wenkbrauw omhoog proberen te bewegen. Het zal vast nog een tijdje duren voordat je die ene spier van je wenkbrauw hebt getraind. 9. Gleeking. Gleeking is de handeling om speeksel van onder je tong uit te schieten. Veel mensen doen per ongeluk deze handeling wanneer ze gapen. Je kunt jezelf opzettelijk deze techniek aanleren door voldoende speeksel te verzamelen, je tong over het dak van je mond te slaan en je kaak uit te steken. Bij de meeste mensen gebeurt gleeking echter gewoon spontaan en het kan nogal een gênante situatie opleveren wanneer het gebeurt tijdens een gesprek. Maar je hoeft je er niet voor te schamen, want de oorzaak van dit oncontroleerbaar tonggutsen heeft te maken met de werking van de speekselklieren, achter de onderste voortanden, onder je tong. Die rare bultjes onder je tong maken voortdurend speeksel aan, die nodig is voor onder andere voedselvertering en noem maar op. Maar wanneer die dus vol zijn en op het juiste moment op een bepaalde manier worden samengeperst, dan schiet je er een straaltje uit. 8. Elleboog likken. Een heel raar ding, wat ook weinig mensen kunnen doen, is hun elleboog likken. Iedereen kan zijn tong uitsteken en iedereen kan ook zijn arm buigen. Maar probeer de twee dingen te combineren en je elleboog eens een flinke lik te geven. Je zal merken dat het niet zo eenvoudig is. Probeer het eens even. Maar doe het niet in het bijzijn van anderen, want ze zullen je voor gek verklaren. Hoewel elleboog likken een absurd ding is om te doen en waarschijnlijk geen enkel nut heeft, behalve om te zien of je het werkelijk kan of niet, blijkt dat een heel klein percentage van mensen op de wereld het kan doen. Echter is elleboog likken niet zo zeldzaam dat je er een wereldrecord mee kan vestigen. Dus gefeliciteerd als je het wel kan doen, maar denk niet dat Guinness World Records zit te wachten op je claim voor de beste elleboog likker. 7. Oren bewegen. Wanneer we denken aan het bewegen van een lichaamsdeel, dan denken we meestal aan het bewegen van vingers, tenen en misschien zelfs je kont. Maar we denken in eerste instantie nooit eraan om onze oren te bewegen. Dieren zoals katten en nijlpaarden kunnen met gemak hun oren bewegen, maar niet veel mensen op aarde hebben deze truc onder de knie. Het gaat erom dat je jouw oorspieren moet leren isoleren en hierdoor de oren kan bewegen. Bij sommige mensen gaat dit vanzelf en kunnen ze hierdoor makkelijk de oren op en neer bewegen. Probeer het maar eens even. Je zal merken dat je je wenkbrauwen ook optrekt en je ogen groter maakt. Dit is niet zo indrukwekkend, dus probeer echt alleen je oren te bewegen. Lukt het? Niet zo gemakkelijk als het lijkt. Je zal nog meer moeten oefenen om echt opmerkelijk je oren te kunnen bewegen. 6. Niezen met open ogen. Wanneer we niezen, gaan onze ogen automatisch dicht en bedekken we onze neus en mond. Dat is normaal, maar is helaas niet het geval voor iedereen.
Sommige mensen hebben de zeldzame gewoonte om hun ogen wijd open te houden wanneer ze niezen. Zou het kunnen dat je oogbol uit je oogkas zal springen als je op deze manier zou niezen? Het antwoord is nee, want je ogen zijn heel goed vast in je oogkas en ze zijn niet verbonden met je neus. Hoewel sommige mensen met zo'n felle kracht niezen dat je ze helemaal op de hoek van de straat kunt horen, is deze nieskracht niet voldoende om je oogbal uit je oogkas te laten springen. Voor degene die inderdaad zo hard en heftig niezen met de ogen wijd open, geen paniek. Je ogen blijven gerust op zijn plek. Vijf. Met je tong, je neus of je kin aanraken. We hadden op nummer 8 gezien dat sommige mensen hun elleboog kunnen likken met hun tong. Maar wist je dat er ook een kleine groep mensen is die met hun tong het puntje van hun neus of kin kunnen aanraken? Deze vreemde handeling heeft zelfs een naam en wordt Gorlin Sign genoemd. Maar wat is het nut dat je jouw neus of kin eigenlijk kan aanraken? Het is zeker niet de bedoeling dat je nu met je tong in je neus moet gaan peuteren, want dat is vies. Jakkes. Het kunnen doen van deze handeling heeft in feite helemaal geen nut, maar is gewoon leuk om te doen als je het kan. Ongeveer 10% van de wereldbevolking kan dit bizarre ding doen. Probeer het maar uit en ontdek als jij tot dit kleine percentage van mensen behoort, met zeldzame lichaamsmogelijkheden. Als je een lange tong hebt, dan kan dit best goed lukken. 4. Leuk trucje om uit te proberen. In alle eerlijkheid is dit een leuk trucje om uit te proberen met je vrienden en familie. Probeer het eens. Zit op een stoel en til je rechterbeen omhoog. Draai het nu in een cirkelbeweging met de klok mee. Voeg je rechterhand aan de handeling toe door in de lucht met je vinger een 6 te schrijven. Ja, precies. Echt hilarisch. Het rare van dit trucje is dat je in de tegenovergestelde richting met je arm beweegt bij het schrijven van het nummertje 6. Dus ja, natuurlijk zal jouw onderbewustzijn in de war raken en je voet zal dan de andere kant op willen draaien. Met een beetje extra concentratie lukt het sommige mensen om dit trucje bij de tweede poging ongehinderd uit te voeren. Andere mensen hebben er helemaal geen last van en doen het bij de eerste keer al meteen goed. Hoeveel keer heb jij geprobeerd voordat het jou lukte? 3. Tongtrucjes. We zijn nog niet klaar met tongtrucjes. Op nummer 3 nog een aantal. Een heleboel mensen kunnen heel wat trucjes doen met hun tong. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tong vouwen of delen, terwijl andere mensen hun tong kunnen krullen als een bloem. En sommige mensen kunnen hun tong zelfs 180 graden draaien. Kortom, deze mensen kunnen figuurtjes maken met hun tong. Het ziet er heel raar uit, maar tegelijkertijd is het heel amusant. Deze trucjes dienen voor geen enkel nut, maar het is leuk als je ze kan doen. Ongeveer 65-81% van mensen op de aarde kan deze tongtrucjes doen. Sommige wetenschappers zeggen dat het een aangeboren ding is, maar anderen vinden van niet. Hoe dan ook, deze tongtrucjes zijn gewoon leuk om te doen. We weten zeker dat je ze allemaal gaat uitproberen na het kijken van deze video. Of heb je het net al geprobeerd? 2. Hypermobiliteit. Hypermobiliteit, ook bekend als double jointedness, beschrijft gewichten die verder reiken dan normaal. Sommige hypermobiele mensen kunnen bijvoorbeeld hun duimen achter hun polsen buigen, hun kniegewrichten naar achteren buigen, hun been achter het hoofd plaatsen of andere trucs uitvoeren. Het kan één of meer gewrichten in het lichaam aantasten. Dit verschijnsel ziet er heel erg eng uit, omdat het tegenovergesteld is aan datgene wat als normaal wordt gezien. Mensen kunnen door deze eigenschap de gewrichten van hun handen, schouders en sommigen kunnen zelfs de gewrichten van hun benen manipuleren. Ongeveer 10-25% van mensen hebben deze eigenschap. Deze eigenschap heeft geen symptomen, maar in sommige gevallen kan het leiden tot hypermobiliteitssyndroom. De banden en pezen kunnen door de afwijking hun functie niet goed vervullen, waardoor de gewrichten overbeweeglijk, dus hypermobiel en instabiel worden. 1. Je vuist in je mond zetten. Als we het hebben over dingen in de mond stoppen,
is het eerste waaraan we denken voedsel. Je denkt niet meteen aan het kunnen passen van je hele vuist in je mond. De meeste mensen kunnen nauwelijks de helft of een kwart van hun vuist kwijt in hun mond. Maar je hele vuist erin stoppen, dat kan echt maar een heel klein deel van mensen op aarde. Om dit trucje te kunnen doen heb je een grote mond nodig en kleine handen. De stappen om het te kunnen doen zijn vrij simpel. Maak een vuist en stop het in je mond. Het lijkt heel gemakkelijk, maar de meeste mensen kunnen dit niet doen. Het blijkt dat de meeste vrouwen dit kunnen doen, terwijl de mannen die het ook kunnen dus kleine handen hebben of een grote mond. Het is grappig dat we er niet zo vaak stil bij staan wat voor leuke dingen we kunnen doen met ons lichaam. Wat het nut is van je oren kunnen bewegen? Geen idee. Maar in elk geval zorgt het wel voor wat gezellige momenten waar je andere mensen aan het lachen brengt en blij maakt. Dus ja, misschien heeft het bewegen van je oren toch wel een nuttige functie. Dat was 10 dingen die de meeste mensen niet kunnen doen. Kan jij ook een van deze 10 dingen doen? Laat het ons weten in de comments. We vonden het hartstikke fijn om deze video te maken en hopen dat je ervan hebt genoten. Door de video te liken, te abonneren op het kanaal en te klikken op de notificatiebel help je om het Top 10 kanaal draaiende te houden. Hartstikke bedankt voor al jouw support tot nu toe en tot de volgende video.